Hallo, welkom iedereen in een nieuwe video waarin ik jullie wat weer wil vertellen over die drie belangrijkste stukken, dingen, aandachtspunten, hoe je het ook wil noemen, wanneer dat gaat over je tweelingvlamconnectie. En eerlijk gezegd is dat niet alleen iets die belangrijk is voor tweelingvlamconnecties, omdat dit ook hetzelfde werd voor de verschillende zielsconnecties. Dus ik had daar al eens een post over gemaakt. Dus de drie dingen, die weet je eigenlijk al. Dat gaat over communicatie, grenzen stellen en samen groeien. Maar ik dacht dat het toch belangrijk was om er nog iets dieper op in te gaan. Dus het eerste is communicatie. Op zich lijkt dat heel duidelijk of heel voor de hand liggend. Waar het niet dat we vaak in onze communicatie die woorden gaan kiezen waarvan we denken van ah ja, als ik dat ga zeggen of dat ga verwoorden of dat ga doen, dan gaat hij of zij getriggerd zijn of gaat hij of zij gekwetst zijn. Dus ik ga dat niet doen, ik ga het veranderen. En dus het gaat ook over in hoeverre dat jij je vrij voelt om volledig jezelf te zijn zonder... dat je bang bent dat als je zus of zo reageert of doet, dat de ander het weer op een lopen zet en weggaat. Dus dat is eigenlijk het stuk, het belangrijkste stuk en het moeilijkste stuk om... Ik zou zeggen, zowel voor de mannelijke als vooral voor de vrouwelijke energie, maar eigenlijk als ik het zo hoor van mijn twin, is dat ook voor de mannelijke energie een heel aandachtspunt. Omdat... hij vaak ook de neiging had om dingen niet te vertellen, omdat hij wist dat mij misschien zou triggeren of pijn zou doen of wat dan ook. Dus daarin is super belangrijk, en ik heb dat ook al vaak gezegd in andere vorige video's, want het gaat er eerder over van, kan je vanuit liefde communiceren en kan je vanuit onvoorwaardelijkheid gaan communiceren, wetende dat de ander dat waarschijnlijk ergens nog moeilijk heeft om het te horen. Maar die stukken zijn ook belangrijk om uiteindelijk te komen tot die volledige eenheid. Eenheid in jezelf en ook eenheid in je connectie. En het is net dat ik zelf heel hard heb mogen ervaren en leren in mijn eigen connectie. Door het feit dat er zoveel afstand tussen zat en dat we niet fysiek samen konden zijn. Dat we echt gedwongen werden om eigenlijk meesters te worden in onze communicatie. En dat betekent dus dan ook uiteindelijk dat we een aantal afspraken gemaakt hebben. Dat we bijvoorbeeld echt heel bewust gingen zijn over onze communicatie. Want zowel ik zelf als mijn tweelingvlam, logisch natuurlijk, zij kunnen allemaal nog heel... moet ik het gaan uitleggen? Ik heb een schorpioen in mijn geboortekaart, in mijn astrologische kaart. En dat betekent dus dat ik vaak, vooral als iemand mij kwetst, heel vanuit een donkere energie, vanuit een schorpioenenstaart, kan gaan terugpitsen of terug communiceren. En dat gaat heel snel bij mij. Vaak dat ik dan nadien dacht van, oh my god. Maar zeker in een diepe zielsconnectie is dat super belangrijk om daar extra bij stil te staan. En dus wij hadden een afspraak van dat we heel bewust met onze communicatie gingen omgaan. Omdat woorden, zeker tussen tweelingvlammen, dat gaat niet alleen over de woorden die geschreven worden of gesproken worden. Maar het gaat over de energie die meegestuurd wordt. En dat voelen we vaak nog veel meer. Als je weet dat je dat kan ervaren van andere mensen, besef dan dat je dat van jouw tweelingvlam, die eigenlijk dezelfde frequentie, dezelfde energie, het nog sterker gaat gaan voelen. Dus daarom is communicatie zo niet de top nummer 1 als je het mij vraagt. Omdat een mooi voorbeeld was gisteren bijvoorbeeld. Er was iets en mijn dochter reageerde en zij zei onmiddellijk, ja, het is niet wat je denkt dat ik denk dat jij denkt. En ik vond het eigenlijk grappig dat ze het op die manier zei. Want ik zei dan, ja, maar wat denk jij dat ik denk? Omdat ik wist dat het volledig niet klopte. Dus zo diepgaand is het. We zijn vaak de gaten, de leegtes die er niet zijn, omdat de andere niet communiceert, en dat gaat niet alleen over tweelingvlammen, maar ook gewoon algemeen in andere relaties, dan gaan we vaak die gaten gaan aanvullen. Maar wat gaan we doen? We gaan het altijd gaan invullen vanuit onze wonden, vanuit onze schaduw, vanuit onze onzekerheden en angsten. En dat is net hetgeen dat we niet mogen doen. Dat is de reden waarom we dat duizenden
uren video's kijken op YouTube om maar een idee te krijgen of maar om een boodschap te ontvangen over wat dat zou het zou zijn. Maar ook daarin heb ik ook al gezegd van let op dat je dan daardoor geen patronen of ideeën in connectie trekt door het feit dat dat een overtuiging wordt van jou dat inderdaad zo is. Het is veel krachtiger en veel vraagt natuurlijk moeite om die communicatie te openen naar je tweelingblad. Zeker als er al af en toe communicatie is. Om daar gewoon open en eerlijk over te zijn. En niet bang te zijn dat wanneer je daarin opent of een vraag stelt, dat de ander weer gaat gaan weglopen en de communicatie weer voorbij is. Integendeel, als dat zo is, dan is het teken dat jullie zeker nog niet klaar zijn en nog veel stukken te healen en te leren hebben. Dus ook daarin, kijk eens voor jezelf van hoe zit het in je communicatie? Wat voor persoon ben je wanneer het gaat over de communicatie? Wat is je voorkeurskanaal? Hè? Ga je meer dingen opnemen of bewuster van zijn die je ziet, wat je hoort? Want communicatie gaat niet alleen over wat ik zeg en spreek. Het gaat ook over je lichaamstaal, over de energie, over alle dingen, over voelen en verder en zo meer. En dat is ook een ding waar je heel belangrijk en bewust in mag zijn, dat het er ook een verschil is dat wanneer je meer de vrouwelijke energie belichaamt, dat je sowieso op een andere manier gaat communiceren. En bijvoorbeeld veel meer behoefte hebt om gewoon te delen hoe dat je voelt, hoe dat je erin staat, hoe dat je denkt, waar je bang voor bent. Terwijl de mannelijke energie in eerste instantie, zeker wanneer dat er nog geen eenheid is, dat gewoon wilt, ja, het is er, maar laat het mij rust. Belast mij er zeker al niet mee. Want ik heb al veel te veel gedoe en last om met mijn eigen om te gaan. Dus geef mij niet nog een keer jouw stuk. Dus dat is het stuk waar we eigenlijk matuur en volwassen mogen in worden. Dat we het voor onszelf kunnen gaan healen en delen. En dan ga je tot een punt komen dat de mannelijke energie niks liever heeft dan te weten wat er allemaal met jou gaande is. En waar dat jouw kwetsbare stukken zitten. Dat is iets wat bij mij, in mijn connectie dan... ik denk zowat niet eigenlijk onze kracht geweest is. Dus niet alleen de communicatie, maar het feit dat ik in staat was om mij gewoon heel kwetsbaar open te stellen naar hem toe. Ongeacht dat ik niet wist hoe dat hij zou reageren. Want er is vaak geweest in het begin dat hij mij veel te emotioneel vond en veel te overweldigend. Maar dat zei dus niks over mij. Want het is net dat stukje dat ervoor gezorgd heeft dat hij heeft leren in zijn stukken, in zijn vrouwelijke energie gaan zitten. En wanneer dat hij die waarheid eigenlijk kon, dan kon hij ook veel gemakkelijker bij mij blijven in mijn emotionele waves. Dus aan jezelf werken is zo niet het ene en belangrijkste wanneer dat gaat over eenheid brengen in jouw connectie. Het is altijd zo boven, zo beneden, altijd eerst vanuit energie. Dus vanuit die 5D en dan later in het fysieke. En dus daarmee ook aangekoppeld, hoe meer dat je open en eerlijk en vanuit liefde en vanuit onvoorwaardelijkheid gaat gaan communiceren, ga je ook merken dat er periodes zijn waarin dat je echt duidelijke grenzen gaat moeten stellen aan jouw tweelingblad. Dat je moet zeggen, maar kijk, dit gedrag op deze manier of op die manier communiceren of wat dan ook, dat aanvaard ik niet. Dat is niet hoe dat ik voel dat ik waardig ben. En wanneer dat je te maken hebt met je echte tweelingvlam of tweelingziel, dan gaan die automatisch geduwd worden in weer een dieper transformatieproces, een groeiproces in zichzelf, waarin dat ze zelf doorheen heel veel schaduwen en wat dan ook gaan. Wat dat maakt dat ze dan eigenlijk weer, wat gebeurt er in de scheiding of separatie, dan klik je eigenlijk los, worden de koorden eigenlijk wel losgemaakt, dus de manier waarop dat jullie aan elkaar verbinden zijn, niet de ene diamanten gouden koord die er is tussen jullie hartchakra, daar niet. Maar al die andere koorden die uit andere energiepunten aan elkaar gemaakt worden, die worden losgekoppeld. En dan moet je zodanig dat je eigenlijk vanuit de hogere frequentie kan weer gaan verbinden. Dus wanneer dat je blijft halstarrig vasthouden aan jouw mannelijke energie, en nooit durft kuttekort te doen, dus die koorden door te zingen. Te zeggen, maar nu heb ik een aantal dagen tijd voor mezelf nodig. Of hem gewoon een aantal dagen gewoon laten hangen of geen contact hebt. Dan geef jezelf en je connectie niet de kans om telkens vanuit een hoger level, dus eigenlijk een kwantumsprong te maken. En dat zorgt ervoor dat je niet alleen jezelf tegenhoudt in je eigen spirituele groei. En dus in het verhogen van je frequentie, maar ook je connectie en dus ook je tweelingplan. Dus ook daarin is... En zo zie je dat eigenlijk die drie punten ook samenhangen. De communicatie, grenzen stellen en uiteindelijk ook samen groeien en leren. Er zijn heel veel dingen
dat mijn tweelingvlam via mij geleerd heeft over tweelingvlammen. Er zijn ook dingen dat hij ergens anders gevonden heeft of via andere relaties heeft geleerd, net zoals ik. En dat is oké. Maar wanneer er stukken zijn, ik heb bijvoorbeeld nooit gezegd aan mijn tweelingvlam, dit is hetgeen dat je moet doen. En dit is wat we moeten doen om samen te komen. Want dat is vanuit controle. Dat is vanuit dingen willen sturen, willen gaan manipuleren. En dus ook al was dat heel lastig en heel moeilijk, zeker in het begin, omdat je ziet waar dat ze tegenaan lopen, omdat je ziet waar dat ze zich in hun mind tegen vasthouden en beperken, dan wil je hen tonen waar dat de oplossing ligt. Maar dat werkt dus niet in tegen. Hoe meer dat je hen gaat gaan bemoederen, gaan willen helpen, of coach wil spelen, of healer wil zijn voor hen, hoe meer dat je ze wegduwt. Want dat is eigenlijk ook een najagende energie. Dus veel krachtiger om gewoon bij jezelf te blijven, aan je eigen te werken, je eigen healing te doen. Steek al die energie die je wilt in je bedrijf of in je missie of wat dat een passie, wat dat ook is. En laat ruimte voor jouw tweelingvlam om naar jou te komen. En iedere keer wanneer dat ze er klaar voor zijn, dan gaan ze vragen stellen. Dan gaan ze naar je toe komen van, maar ja, dan gaan ze bijvoorbeeld een video tonen. Of gaan ze bijvoorbeeld een post dat ze ergens anders of een artikel gelezen hebben. Gaan ze naar jou sturen en vragen van, wat denk jij daarover? Hoe sta jij daarin? Voel je dat ook zo? En dat opent dan weer de communicatie om te zeggen van, kijk, ik voel dat zo of mijn ervaring is dat. Zonder te willen jouw visie, jouw idee te willen drukken op de ander. Want ook daarin kan je heel veel leren van elkaar. En dat is dus het stuk waarin dat ik zeg van, het is samen groeien en leren. Niet zo dat je per se dezelfde cursus moet gaan volgen of wat dan ook. Dat kan natuurlijk, als jullie dat willen. Maar ook daarin is het belangrijk om ieders eigenheid te gaan respecteren. Want dat is hetgeen wat we leren in tweelingvlammen. Niet alleen tweelingvlam, maar uiteindelijk iedereen gaat dat leren. Om te evolueren naar die eenheid en individualiteit. Om zich je één te voelen, om je verbonden te voelen vanuit elk vlak van je leven. Maar tegelijkertijd nog heel goed en heel bewust te weten wat het is om jezelf te zijn. Wat dat betekent om jouw essentie, je hogere zelf in deze incarnatie te laten uitstralen naar anderen in de wereld. Door het volgen van je passies, door je talent neer te zetten en te gebruiken. In dienst van ieders hoogste goed. En daar wil ik eigenlijk nog aan toevoegen dat het ook belangrijk is dat je beseft dat de ziel, want dit is een zielspad, een reis van je ziel. Het heeft niets te maken met alle 3D, overtuigingen, nieuw huisje, boompje, tuintje, wat dan ook. Dus laat op dat je daar niet in vastzet. Maar begreep dat tijd relatief is, dus ook in communicatie. Dus er gaan ook dagen zijn waarin dat je niet met elkaar communiceert, zelfs wanneer je in eenheid bent, omdat uiteindelijk de ziel verbonden is en de ziel is constant in communicatie. Ik merk het bijvoorbeeld heel vaak wanneer dat ik met heel veel dingen bezig ben, bijvoorbeeld met de kinderen of met mijn bedrijf of gewoon andere dingen dat ik zelf doorheen ga, dan laat mijn tweelingvlam vaak weten dat hij mij minder kan voelen, dat hij minder mijn energie voelt. En dat is ook logisch, want mijn energie is gefocust dan helemaal hier op, of op andere dingen. En niet zozeer in die connectie. Omgekeerd ook, als hij met dingen bezig is in zijn bedrijf of in met familie daar of wat dan ook, dan zijn er ook dagen dat ik hem minder voel. Maar daarom betekent dat niet dat je tweelingvlam niet meer in de connectie is. Integendeel. Dus dat is het belangrijkste. Er was ooit een moment dat ik het heel lastig vond om iedere keer te begrijpen wat dat was wat ik voelde en dan de 3D bewezen als het ware. En dan heb ik mezelf voor de keuze gezet van, kijk Lijntje, wat ga je doen? Ga je, zolang dat je niet weet wat er gaande is van zijn kant uit, ga je kiezen voor het meest positieve scenario. Dus dat hij aan zichzelf aan het werken is, dat hij bezig is met zijn werk of wat dan ook in functie van onze connectie of van ons leven samen. Of ga je alle worst case scenario's van derde partijen, zoals hij vaak leest en ziet in de video's. En dat hij niets meer van jou moet weten. En blablabla, al die andere angstige gedachten die je heel vaak over ziet. Wat is dat je het kiest? Want daar heb je de keuze. Dat is je vrije wil. En dan is het heel stom of dom om te gaan kiezen voor de dingen dat je slecht laat voelen en dat je ongelukkig maakt. Dus waarom zou je dan niet kiezen voor de meest positieve scenario's? Dus dat is ook de manier waarop je vrij wel kan gaan neerzetten. En zelfs op het punt dat je dan zegt, ik hoor nu mensen zeggen, ja, maar ja, Lindsay, als het dan wel is zo dat hij iemand anders heeft leren kennen, wel, dan is dat een teken dat hij met die persoon
inderdaad lessen moet leren dat hij niet met jou kan leren. En ook daarin, ik weet, dat is heel lastig, heel moeilijk, maar ook daarin is het superbelangrijk om dat telkens vanuit dat hoger bewustzijn, vanuit dat hogere, dus vanuit het standpunt van je ziel, te gaan kijken van welke les zit erin. Wat maakt dat we dit obstakel nu meemaken? Want elk obstakel dat je meemaakt is er gekomen om je krachtiger te maken. Om je sterker te maken. Om nog meer van jouw overwaardelijke liefde dat je bent te kunnen laten doorstralen in dit leven. Dus zo ook. Dus die relativiteit van tijd houdt dat echt in jouw hoofd. Er zijn momenten waarop dat wij bellen, dat we dan eigenlijk allebei schrikken dat we al 3-4 uur aan het bellen zijn. Dat we zeggen, wat? Het is al 3-4 uur voorbij. En dan andere keren soms gebeurt het dat ik kijk in mijn communicatie en onze chatgeschiedenis en dat ik het gevoel heb dat het al dagen geleden is dat hij mij iets gestuurd had, dat ik hem gehoord had, terwijl het eigenlijk gewoon een paar uur was. Dus let op dat je zelf daar ook geen verkeerde verhalen gaat gaan vertellen en dat je daarin jezelf niet het moeilijker maken dan het allemaal is. Want dat is hetgeen wat ik zie vaak gebeuren bij heel veel mensen. Niet alleen in het vlak van een tweeling van connectie en die stukken rond relatie en zo. Maar meer ook nog gewoon in het leven in het algemeen. We komen dingen tegen en proberen het veel te veel van te analyseren en te gaan logisch verklaren. Zelfs wanneer dat gaat over pijn, zelfs wanneer dat gaat over verdriet, zelfs wanneer dat gaat over beelden dat we zien of dingen dat we ervaren. Maar let op dat je ego er niet voor zorgt dat je bepaalde dingen ook gaat gaan manifesteren en gaat gaan aantrekken. Daarom heeft het niet altijd een betekenis dat het waarheid is of dat het een voorspellende droom is of wat dan ook. Want ik merk ook de laatste dagen dat de energie weer heel heftig is, wat logisch is met de 2 portalen gisteren en vandaag. En als ik me niet vergis, is er ook volgende week weer een volle maan. Nu, er zijn gewoon in het collectief gewoon ook heel veel dingen gaande. En dat is hetgeen wat mijn tweelingvlam ook zei. En daar spreken wij ook vaak over hoe dat wij het collectief ervaren. Maar het is super belangrijk om te detachen, dus om je los te maken van het collectieve. Want zeker hoe hoger je energie bent, dat is zoals met hoge en lage drukgebied. Hè, dan gaat de lucht ook van het een naar het andere. Dan werkt dat ook zo met energie. Hoe hoger jouw energie is, hoe makkelijker dat jouw energie gaat wegvloeien naar mensen die laag trillende energie hebben. Of zeker als je ook healer bent, hoe makkelijker dat jouw energie gaat wegstromen naar daar. Waar dat we ook s'nachts gaan werken en healend werk gaan doen. Want dat maakt dat je overdag wat vermoeider bent. Dat kun je ook zien aan mijn ogen bijvoorbeeld. Dus begrijp dat er veel meer aan de hand is dan gewoon maar je dagdagelijks leven. Gewoon je 3D-leven, dat je moet gaan werken en de was en de plas en koken en wat dan ook. Dus bouw bewust momenten in om die tijd te nemen, om naar binnen te gaan. Zeker ook als je de vrouwelijke energie bent, is dit nu super belangrijk om nog veel meer vanuit de energie je leven gaan vorm te geven. Ik kan met mijn hand in een gerust geweten op mijn hart zeggen dat het in de laatste 2 weken de eerste keer is in mijn hele leven, en ik ben meer dan 40 jaar, dat ik zoveel gemediteerd heb. Zoveel in de zin van rustig gaan zitten, ogen sluiten, contact maken met mezelf, met het universum, met mijn team, de boodschappen die moeten doorkomen. Omdat het nu gewoon super belangrijk is. Dat is mijn manier van zelfbehoud. Dat is mijn manier om mijn energie hoog te houden. En om staande te blijven in deze tijd. Als het licht wat ik bedoeld ben om te gaan doen. Voilà, dat was het voor nu. Ik hoop dat je minstens 1 ding uitgehaald hebt. Daar ben ik van overtuigd. Als je met mij wilt samenwerken, of geld was altijd de reden waarom je nog iets niet gedaan hebt van mijn diensten of trainingsprogramma's, dan heb ik iets leuks voor jou. Vanaf gisteren eigenlijk, dus vanaf vandaag, omdat ik eerder nog niet aan jullie verteld heb, is er een kortingscode van 33% tot einde van dit jaar, dus tot en met 1 januari op de middag, als ik me goed herinner. En dan kan je voor 33% korting trainingsprogramma's aankopen, een reading, een healing, een channeling, wat dan ook is, dat jij naartoe getrokken wordt. Omdat ik wil dat geld geen reden is. Tegelijkertijd wil ik ook niet voor niets dingen weggeven en niet gratis werken. Omdat dat ook weer te maken heeft met zelfwaarde. Niet voor mij, maar voor jullie. Omdat wanneer ik alles gratis doe, dan geven jullie eigenlijk het teken aan het universum van ik ben het niet waard om in mezelf te investeren. En dus
kan eigenlijk enkel maar gratis dingen krijgen of gebruik maken van gratis dingen. Dus let daar ook in op dat je jezelf niets tekort doet door altijd maar voor het goedkoopste te kiezen en altijd maar te denken van geld kan maar één keer uitgeven. Ja, maar geld komt altijd terug. Geld gaat er altijd zijn. Dus laat de keuze zijn maakt, en zeker wanneer dat gaat over investeren in jezelf, laat die niet afhangen van geld. Daarom bied ik ook verschillende termijnbetalingen aan, daarom heb ik mijn prijzen ook verlaagd, heb ik mijn manier van werken veranderd, zodanig dat zoveel mogelijk mensen op het pad van bewustwording kunnen gaan lopen en gebruik kunnen maken van de wijsheid en de kennis die beschikbaar is, die gewoon voorhanden is. Zoals bijvoorbeeld werken met de universele vlammen. Dat zijn zo'n krachtige energie. Er zijn geen woorden voor om het uit te drukken, maar ik begreep dat dat voor heel veel mensen nog misschien wat te ver van je bedshow is of nog wat te weinig tastbaar is. En net daarom zijn er verschillende gratis transmissies beschikbaar op YouTube. Dus als je gewoon interesse in hebt of je bent nieuwsgierig, gebruik de gratis transmissies. Ik voel dat er binnenkort weer een nieuwe aan het opborrelen is om gratis beschikbaar te stellen. Dus alsjeblieft, maak daar gebruik van. Luister 100.000 keer naar, het maakt mij niet uit. Maar leer met die vlammen werken. Leer ze te gebruiken. Het is niet nodig om rekencursussen te gaan volgen of om hele lange inwijdingen te volgen. De universele vlammen zijn gewoon voor iedereen beschikbaar. Dus waarom zouden we dan massas geld daaraan besteden? Dat klopt niet meer en dat is niet meer in afstemming met die hogere tijdslijnen. Dus alsjeblieft, loop niet in die valkuil. Dat gezegd zijnde, ik ga de kortingscode, dus wat hij moet gebruiken, onderaan deze video zetten, want het is een specifieke naam, met de uitleg ook van die betekenis. Ik heb de mensen die op mijn mailinglijst staan, die hebben die ondertussen gisteren al gekregen. Dat is het voordeel van op mijn mailinglijst staan, dan krijg je dat natuurlijk sneller dan wanneer ik het deel in de video. Zowat, ik blijf maar rattelen, ik ga het hier stoppen en ik ga dan mijn paard wat gaan opladen en mijn paard gaan opladen en eten geven enzovoort. Ik wens je alvast een hele fijne tijd, een hele fantastische tijd. Zorg goed voor jezelf en als ik op een of andere manier van dienst kan zijn, laat het mij gerust weten. Tot in de volgende. Dag!